Stijn Peters, ja, een van de dierenartsen van dit prachtige ziekenhuis. Ben je een beetje tevreden? Het ziet er goed uit zo op de film. Ja. Het stikt natuurlijk van de beesten bij jou thuis. We hebben 3 katten thuis. Dat is eigenlijk wat we hebben. En dat was meer dan genoeg, want je bent natuurlijk de hele dag omringd in jullie dieren. Ziekenhuis, kan ik daar met een slang naartoe? Kan ik daar met een paard ook naartoe? Nee, in feite is ons dierenziekenhuis vooral voor gezelschapsdieren. In de brede zin van het woord. Het gaat om honden, katten, konijnen, knaagdieren, reptielen, slangen dus inderdaad ook. En we hebben gisteren toevallig kwam er nog een stinkdier langs. We hebben een fretje in de opname, dus op die manier kun je eigenlijk met alle gezelschapsdieren, alles wat in huis past en door onze deur past, kan er binnen. Hey, ik heb jullie een beetje gegoogeld en het eerste wat mij betreft in het oog sprong, was een hele kekke website, een hele kekke manier van communiceren. Ja. Hoe belangrijk is communicatie binnen dit nieuwe concept? Nou, in feite is communicatie is waar alles om draait. Dat begint met inderdaad wat je zegt, de website en onze Facebook en Twitter. Dat is in feite wat we in de praktijk ook doen. Iedereen die bij ons binnenkomt, die weet gewoon van tevoren al wat hij kan verwachten. En tijdens een consult en tijdens onderzoek leggen we ook uit waarom we iets doen en waarom we iets willen doen. En hoe de behandeling gaat en hoe lang het gaat duren. Je hebt natuurlijk patiënten bij waarbij die voor een vaccinatie komen. Nou, die weten dat het consult is en dat een dier helemaal nagekeken wordt. Is er iets aan de hand, dan kunnen we ook uitleggen van luister, het gebit is bijvoorbeeld vuil, dat moet behandeld worden. En we hebben het dan gewoon, we leggen ook uit wat we dan van plan zijn om te gaan doen. En mensen kunnen zelf die beslissing maken of ze dat advies overnemen of dat ze op de andere manier het aan willen pakken. Maar daar is toch niks nieuws aan? Als ik naar mijn dierenarts ga, dan is het toch ook zo dat ik zelf die beslissing neem over het vervolgtraject? Klopt, zeker weten. Het is alleen wat vaak ontbreekt, is vaak de uitleg waarom. We zien toch heel veel mensen binnenkomen bij ons die tussen aanhalingstekens uitgedokterd zijn. Waarbij er eigenlijk heel veel onderzoek is gedaan, maar dat mensen niet precies weten waarom het onderzoek gedaan is en wat voor onderzoek het is gedaan. Mensen hebben dan ook vaak het idee dat ze er nog niet uit zijn, want het probleem van hun huisdier is nog niet opgelost. En ze hebben niet het idee waarom dat nog niet opgelost is. En dat is eigenlijk die communicatie die dan vaak ontbreekt of waar het fout op gaat. Ben jij nou dierenarts of ben je ondernemer? Of jullie moet ik zeggen, want jullie doen natuurlijk alles samen. Klopt, we zijn met z'n tweeën en we doen inderdaad de hele praktijk runnen we ook met z'n tweeën. Dus beslissingen worden met z'n tweeën genomen. Waarom moet je nu lachen als ik vraag, ben je dierenarts of ondernemer? Het is in feite een hele gekke combinatie, want de meeste dierenartsen zijn puur dierenarts en die hebben dat ondernemerschap, krijgen ze erbij, cadeau. Zullen we zeggen, of omdat ze een praktijk zijn gestart of over hebben genomen. Wij zijn heel bewust als ondernemer in praktijk gestart. Met het doel om die praktijk bloeiend te laten zijn, om te laten groeien, om beter te worden. Met expansiedriften ook buiten de grenzen van Brabant, heb ik begrepen. Ja. Nou, gaat je alweer lachen. Ja. Je wordt er heel vrolijk van, want jij ziet natuurlijk overal die vlaggetjes op de landkaart. Allemaal dierenziekenhuizen. Ja, zeker. Het is in principe het concept dierenziekenhuis, of de naam dierenziekenhuis, is iets wat steeds meer opgepikt wordt door andere dierenartsen. En je ziet toch ook wel dat die dierenartsen vaak ook al meer in eerste instantie zijn gaan kijken als ondernemer. En hun werk als dierenarts gewoon super interessant vinden en super leuk vinden, net zoals wij dat ook vinden. Maar ze zien toch wel het ondernemerschap als het eerst belangrijkste om hun praktijk te starten. En vanuit het ondernemerschap kun je dan zorgen dat je een goede dierenarts kunt worden. Want je kunt jezelf scholing laten geven en je kunt zelf zorgen dat je beter in je vak wordt. Garantie, binnen 15 minuten, ik bedoel dat is nog niet eens in onze eigen gezondheidszorg te realiseren. Ja. Kun je op consult komen met je huisdier binnen 15 minuten, 24/7, ook in het weekend? Ja, op het moment dat er iets... We gaan het checken, hè? Heel goed. Ja, kijk of je dan nog lacht. In principe is het zo dat als je een spoedgeval hebt waarmee je direct terecht wil, kun je binnen 15 minuten terecht. En dat is in feite ons doel is ook, om binnen zo'n korte tijd meteen in te kunnen grijpen. Want je ziet heel veel mensen die denken van ja, ik moet op afspraak komen en dan moet ik eerst bellen voor een afspraak. En voor hetzelfde gaat er weer een dag overheen. Nou, het liefst wat wij hebben is dat mensen weten van als je echt een spoedgeval hebt, kun je binnen 15 minuten terecht, wanneer je ook belt. Op het moment dat je gewoon voor een normaal geval belt, een vaccinatie of je zegt van ik wil, zijn nageltjes moeten geknipt worden of zo, kan dat gewoon op afspraak. En dan zorgen we ervoor dat je ook zo snel mogelijk geholpen wordt. Ja, ik vind je gewoon 100% betrouwbaar. Ik weet zeker dat ik mijn dier in liefde achterlaat in jullie dierenziekenhuis. Mooi om te horen. Ik wens jullie nog heel veel andere plaatsen in Nederland. Maar voorlopig heel veel succes in onze mooie Brabant. Dank je wel. Dank je wel.